Vanaf dinsdag 10 januari zijn er dagelijks drie afvaarten van en naar Vlieland. Het gaat om een proef die duurt tot 6 juli. De fors hogere brandstofkosten van deze proef worden gecompenseerd met lagere brandstofkosten door minder snel te varen. Dit houdt in dat de overtocht 1 uur en 45 minuten duurt. Alleen de afvaart om 7 uur s'avonds vanaf Harlingen is 10 minuten korter. Tijdens de proefperiode vervalt de sneldienst naar het Waddeneiland. Overtochten met deze snelle veerdienst zijn vanaf de zomerdienstregeling wel weer mogelijk tijdens drukke periodes. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal de eilanders, ondernemers en andere reizigers vragen naar hun ervaringen en komen met een representatieve evaluatie. Op basis van deze evaluatie zal Redereed Doelsum bekijken hoe de dienstregeling van 2018 eruit komt te zien.